Er is een aanpassing van ons bruto toegevoegde waarde, we kennen het als BTW. De regering was genoodzaakt deze aanpassing te plegen. En de wet is door ons parlement, ik zeg genoodzaakt, omdat vanuit het IMF er werd aangegeven dat dit moest gebeuren. En dat betekent dat enkele zaken, producten en ook diensten, zoals denk maar aan brandstof, veel duurder worden. We hadden ook nog collega Kreten hier wat had in de studio, vakbondsman Diana Dwarka van C47, die eerder had aangegeven, tenminste de organisatie, dat zij niet achter deze verhoging stonden. Uiteindelijk is die toch doorgevoerd. We hebben de heer Dwarka aan de lijn. Goedemorgen, heer Dwarka. Ja, goeiedag. Ja, de aanpassing van BTW is toch doorgevoerd. Ondanks natuurlijk kritiek vanuit de vakbond. Ja, heer Dwarka, uw eerste reactie hierop? Nou, ik moet zeggen dus dat wel heel teleurstellend is natuurlijk. Omdat vanaf dus de wetswijziging op 1 september, welke wet is afgekondigd op 5 september, er verschillende overlegmomenten zijn geweest met de regering. Maar ook andere actoren in de samenleving duidelijk hebben aangegeven, onderbouwd hebben aangegeven, dat zoals de wet gewijzigd is, dat niet goed is voor grote delen van de samenleving, niet goed is voor de economie, toch wel een heleboel zaken bevat die eigenlijk niet bevorderlijk zullen zijn voor grote groepen van de samenleving en nogmaals ook voor de economie. Ook in een gesprek, in onderhoud met de president, is dat vastgesteld. En wat was afgesproken dat er met elkaar in overleg zou worden getreden om te voorkomen dat, zoals de wet nu is, dat het in die vorm zou worden uitgevoerd. Ja. Wij hebben vanuit de vakbeweging natuurlijk alles gedaan wat in ons vermogen heeft gelegen om dat te voorkomen. Ontzettend veel werk verzet. Helaas worden wij geconfronteerd met de uitvoering van de gewijzigde wet in een ongewijzigde vorm. Ja. Ja, heer Dwarka, de vakbond heeft eerder al aan de president aangegeven, vooral in de gesprekken, om even toch wel te wachten met de wijziging. De wijziging, tenminste vanuit de kant van de regering, werd aangegeven dat het zou eerst 1 oktober gebeuren. Het is een maandje verruimd, nu 1 november. Heer Dwarka, maar toch wel, wat zijn nu de vervolgstappen voor de vakbond? Want het is al doorgevoerd. Hoe gaan we nu verder? Nou, laat me zeggen dus dat, zoals de wet is aangenomen, tot nu toe de regering de wet conform heeft uitgevoerd. Er zijn zaken geweest in de wet die per 1 oktober zijn ingegaan. Ja. En er waren een aantal zaken, met name dus de bekende bijlage 4, waarvan dus de ingang zou zijn per 1 november. Dus nu moet ik zeggen dus dat de volledige wet tot uitvoering is gebracht door de regering, voorbijgaan aan alle kritieken vanuit de samenleving. Maar dus al die zaken zijn naar voren gebracht. Ja, ja, heer Dwarka, we hebben begrepen dat de vakbond natuurlijk deze situatie ook zal spreken met de leden vandaag. Hoe laat gebeurt dat? Ja, dus op basis van de ontstaande situatie moet ik zeggen dus dat de vakbonden vanmorgen om 10 uur bij elkaar zullen komen in het gebouw van de vakcentrale C47. Ja. Daar heb ik het over C47, de call. En de veiligheidsbonden, maar ook de vakbonden in de gezondheidszorg, om te beraden van hoe verder natuurlijk. Zonder vooruit te lopen op zaken, ja. Ik zeg dus dat we tot gisteren nog hebben afgewacht een besluit van de regering van wat er per 1 november zou moeten gebeuren. Vandaag is het 1 november. En we zien dus dat alles door is gegaan. Er is, terwijl wij wachtende waren op een besluit van de regering, hebben wij in de vooravond gisteren
hebben we een schrijven ontvangen van de president. En wij zullen als gezamenlijke vakbonden ons vanmorgen in de vergadering ook buigen over, over de inhoud van die brief. In elk geval komt het erop neer dat de maatregelen, de wet, gewoon wordt, verder wordt uitgevoerd. En wij moeten als vakbeweging natuurlijk daarop een antwoord formuleren. Ja, heer Dwarka, er moet natuurlijk vanuit de vakbond met de regering, we weten er is overleg, moet er natuurlijk een overeenstemming worden bereikt over, als we kijken naar het komend jaar, voor dit jaar is er al een overeenstemming bereikt met koopkracht, noem maar op, eventuele salarisverhoging, met een, de invoering van deze gewijzigde wet van BTW. Zal het overleg nu ook anders zien, gezien de samenleving nu meer moet betalen, hoe moet ik dat nu zien? Ik kan praten namens de vakcentrale CC44. Yes. En de vakcentrale CC44 vertegenwoordigt overwegend vakbonden in de private sector. Waarover u het heeft, dat is natuurlijk wat de gesprekken die worden gevoerd met de vakbonden. Bij de overheid. Die gaan over dus de landsdienaren, de ambtenaren. Daar maakt de vakcentrale CC44 geen deel uit van. Maar uiteindelijk is het zo dus dat, en dat is een van de waarschuwingen die wij hebben geuit, om deze wet niet uit te voeren zo, in de huidige vorm. Omdat dat natuurlijk ongetwijfeld en onherroepelijk zal leiden tot, verdere verhoging van de inflatie. Het zal een inflatoire werking hebben natuurlijk. Op essentiële zaken als brandstof, koelgas en nutsvoorzieningen toch wel een forse verhoging komt van de BTW, dan begrijp ik dus dat dat zal doorwerken in de economie en zijn weerslag hebben op de koopkracht van dus de werkende klasse. Dat zal zich natuurlijk vertalen in een verder verhoging van de inflatie. Dat moet natuurlijk ook meegenomen worden. Voor ons, wat ons betreft in de private sector, zullen wij natuurlijk bij de CEO-onderhandelingen die extra impact natuurlijk meenemen. Ja, wat waren de geluiden vanuit de private sector, heer Dwarka? Nou, de eerste reacties zijn natuurlijk hier teleurstellend. Mm-hmm. Omdat er genoeg ruimte is geweest en zoals de gesprekken waren gevoerd, waarbij inderdaad is onderkend dat de wet zoals het nu daar ligt, een heleboel zaken in zich heeft wat niet goed is voor ons allemaal. U begrijpt ook dat bijvoorbeeld huishuur zal worden belast met BTW. U weet ook dat begrafeniskosten zal worden belast met BTW. Laten we niet verder de lijst aanvullen, maar er zijn een heleboel zaken wat niet in de wet zou moeten zijn. En uitvoering geven daaraan, dat wil zeggen dus dat de regering natuurlijk voorbij gaat aan de gevoelens van de samenleving in deze moeilijke tijden. En dat is niet correct. Wij van de vakbeweging we zijn altijd open geweest voor overleg. Helaas heeft overleg dat op dit moment niet tot de gewenste resultaten geleid.